Hoi, welkom bij een nieuwe video. Voor als je mij nog niet kent, ik ben Stephanie Juliana en ik ben blogger van justliveblog.nl. Ik ben chronisch ziek. Zoals je ziet zit ik aan een heleboel slangetjes en pompen vast. En dit komt omdat ik last heb van chronische alvleesklierontstekingen. Daar deal ik nu al 7,5 jaar mee en heb ik meerdere grote operaties voor gehad. En over 5 weken krijg ik er nog een hele grote operatie voor. Vandaag wilde ik de tijd nemen om een beetje over van alles met jullie te hebben. Over de operatie. Ik kreeg ook de vraag over hoe het is om moeder te zijn als je chronisch ziek bent. En tegen wat voor dingen ik ben aangelopen. Dus ik wilde het een beetje over een combinatie van beide hebben. Over 5 weken de operatie dus. Wat er gaat gebeuren is dat ze het laatste stuk van mijn afleesklier en mijn milt weg gaan halen. En daarnaast gaan ze mijn afleesklier verteren, zodat alleen de eilandjes van langerhand overblijven. Mocht je niet weten wat die doen, nou, die maken dus insuline aan. En die zorgen dat de suiker in jouw lijf afgebroken wordt. En ik ben al diabetespatiënt, omdat ze tijdens mijn wippeloperatie 2/3 van mijn afleesklier weggehaald hebben. En daarom hebben ze ervoor besloten om dat niet nog erger te maken. Om mijn eilandjes die ik dus nog heb, van die eilandjes van langerhans, te gaan transplanteren in mijn lever. Zodat mijn lever de functie overneemt om dus suiker af te breken samen met die eilandjes van langerhans. Nou, dit wordt een hele spannende operatie. Dit zal ongeveer 15 uur duren. En ik heb besloten om de komende tijd gewoon vast te leggen op camera. Dat komt omdat ik de laatste tijd heel vaak van mensen heb gehoord naar aanleiding van dat ik een paar keer televisie ben geweest, bij Op1 aan tafel heb gezeten, bij RTL Nieuws op televisie geweest ben en in de Volkskrant heb gestaan. En met name het stuk na het RTL dat mensen bij mij thuis zagen, dat ik aan deze pompen vast zat, dat ik eigenlijk nauwelijks meer mijn bed uit kan komen, heb ik besloten om dit vast te leggen, omdat heel veel mensen eigenlijk zeiden van joh, ik wist niet dat het zo erg was. Ik las het altijd wel aan je stukken, maar ja, je ziet er altijd zo goed uit en je maakt je altijd top. Ja, dat is voor mij een manier om dicht bij mezelf te blijven en mijn mens te blijven voelen in plaats van alleen maar de zieke patiënt Stephanie. Ik ben niet mijn ziekte en mijn ziekte die heb ik erbij gekregen, maar ik blijf mijn eigen persoon en dat vind ik gewoon heel belangrijk. En daarom blijf ik daar altijd aan werken. Nou, ik heb dus besloten om de komende tijd mijn camera regelmatig mee te nemen. Een stukje van mijn leven te laten zien met het gezin, van hè, mijn zoontje, hoe dat gaat. En ook om het operatieproces te laten zien, omdat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind. Ik kreeg de vraag hoe het voor mij is om moeder te zijn. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dan naar het begin te gaan. Waarom wilde ik moeder worden? Nou, ik wist eigenlijk al vanaf dat ik heel klein was dat ik heel graag 2 kinderen wilde krijgen. Heel graag moeder wilde worden. Dus ik heb altijd heel erg moedergevoelens gehad. Totdat er op een gegeven moment een arts is geweest die heeft gezegd dat hij niet vond dat het verstandig was dat ik kinderen zou krijgen. Met name vanwege mijn acne-syndroom. Dat zijn zenuwen die beklemd zitten in mijn buikwand en in mijn liezen. En uiteindelijk was ik per ongeluk toch zwanger. Dus bij ons was er hoge paniek. En ik weet nog heel goed, het was op een zondagavond. Mijn moeder en ik waren net die week jarig geweest. En ik ging toch maar een tweede test doen. Want de eerste test was negatief, maar ik werd maar niet ongesteld. En ik had last van mijn borsten. En het voelde me gewoon raar. Dus ik had zoiets van, nou weet je, ik wilde gewoon uitsluiten dat ik dus zwanger ben. Esli was onze hond uit aan het laten en kwam terug. En het enige wat ik kon doen was wijzen naar de badkamer. En ik rende naar ons bed en ik begon te huilen. Ik was zo verdrietig. Dat ik dacht, oh, hoe moet ik dit gaan doen? Zal ik ooit nog wel mijn bed uitkomen? Nou, noem maar op. Esli die keek en ik hoor nog zo dat papiertje ritselen. Om te kijken van, wat betekent dit? En die kwam daarna naar me toe en zei van rustig maar, het komt allemaal goed. We gaan gewoon kijken wat we ermee mee kunnen. Of het mag van de artsen of het niet mag. Inmiddels andere artsen. Dus op dat moment gingen we mijn moeder opbellen en Esli, ik kon niet meer praten, dus Esli deed het woord.
En die zei, El, ik denk dat je even moet gaan zitten. Dus ik hoorde mijn moeder zeggen, oké. Het was echt 11:55 of zo, ik weet nog heel goed. En mijn moeder gaat zitten en die zegt, oké, nou ja, kom maar op. Wat is er aan de hand? Ja, Steve is zwanger. En ik hoor mijn moeder echt denken. Ze zegt echt na een minuut, ja, ik wil wel gefeliciteerd zeggen, maar hoe zijn jullie er zelf onder? Mama, ik weet niet wat ik moet doen. Helemaal huilen. Oh, echt, als ik eraan terugdenk. Ik was zo in paniek. Nou, met mijn moeder gesproken. Afgesproken dat we in de ochtend alle artsen zouden bellen. En eigenlijk binnen een week zeiden alle artsen van, nou, we hebben nog nooit een situatie zoals jou meegemaakt. Maar we gaan het gewoon aankijken en we zien wel hoe het loopt. En dat hebben we gedaan. Eigenlijk ging het met mijn alvleesklier. Ik weet dat ik nog een ontsteking heb gehad met mijn 12 weken. En daarna, ik was wel vaak uitgedroogd. Ik ben 2 keer opgenomen met uitdroging binnen 13 weken. Dus ja, dan vertel je eigenlijk nog niet iedereen dat je in het ziekenhuis ligt, wat er aan de hand is. Ik had gewoon heel veel last van die zenuwbeklemmingen in mijn buikwand en in mijn liezen. En toen heb ik dus heel veel in een ziekenhuisbed in de woonkamer gelegen. Ik heb vrijwel echt, mijn hele zwangerschap was gewoon ruk. Het was echt verschrikkelijk. Maar vanaf 30 weken werd het alleen maar erger. Ik werd zo ziek. Ik kreeg mijn allereerste alvleesklierontsteking. En toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis, in het Sophia ziekenhuis in Rotterdam. En toen zeiden ze, nou, als je je tweede ontsteking erbij krijgt, ja, dan gaan we de baby halen. Want dat is gewoon niet goed voor de baby. Dus nou, ik lag daar en ik zou 2 weken later naar huis gaan. Ik lag aan de PCA-pomp. Het was gewoon heel, heel zwaar. En na 2 weken zou ik dus naar huis gaan. En toen kreeg ik de avond daarvoor kreeg ik weer een alvleesklierontsteking eroverheen. Dus toen kon mijn pijnteam weer erbij komen. Weer aan de PCA-pomp met fentanyl. En continu was het eigenlijk een rollercoaster van medicijnen proberen af te bouwen. Terwijl het eigenlijk helemaal nog niet goed ging. Omdat het niet goed is voor de baby. Nou, het was gewoon mentaal een rollercoaster. Het was echt heel pittig. En toen met 35 weken, nog geen 35 weken. Het was het einde van de 34. Of 34 weken. Toen ben ik naar huis gegaan op maandagmiddag en op dinsdagochtend ging het helemaal fout. Ik werd om 6 uur wakker met weer een ontsteking, maar dit echt keer 10. Keer 100 moet ik eigenlijk zeggen, want het ging echt, echt fout. Dus met de ambulance uiteindelijk naar Rotterdam gebracht. Toen werd ik dus weer op de spoedeisende hulp binnengebracht. En toen gingen ze bloed prikken, want ze moeten altijd eerst kijken wat er echt aan de hand is. Ze moesten het bevestigd hebben. Nou, daar kwam uit dat ik gewoon gigantisch hoge ontstekingswaarde had. Ik kwam binnen met een ontstekingswaarde van over de 300. Omdat ik zo'n pijn had, kreeg ik elke keer fentanyl shotjes. En die werkte precies 1/2 uur. En dan begon ik weer de hele spoedeisende hulp bij elkaar te schreeuwen. Mocht je mij een beetje kennen, ik geef niet aan dat ik snel pijn heb. Dus toen mocht ik uiteindelijk naar de afdeling na 4 uur. Want ze waren mijn bloed kwijtgeraakt. Dus er moest opnieuw geprikt worden. Precies die dag. En het was zo erg dat Ashley, mijn man, aan het huilen was. Mijn moeder die zat te vechten tegen de tranen. Omdat ze gewoon zagen dat het gewoon helemaal fout ging. Toen ben ik naar de kraamafdeling gebracht. Ze hebben me op een kraamkamer neergelegd omdat er op dat moment geen plek was. Nou, echt, ze hebben die dag met zoveel zusters aan me gewerkt omdat het gewoon zo slecht ging. Artsen en verpleegkundigen die me al die weken mee hadden gemaakt stonden met tranen in hun ogen. Omdat het, ja, ze zo schrokken van hoe slecht het eraan toe ging. En continu wilden ze wachten tot de volgende dag in de hoop dat ze dan mijn bevalling natuurlijk konden inzetten en dat ik geen spoedkeizersnede nodig had. Uiteindelijk is de anesthesie echt 1 stuk of 8 keer bij me geweest om mijn medicatie te verhogen. Uiteindelijk ben ik naar de kamer gebracht. Toen werd ik bij mijn lieve vriendinnetje op de kamer neergelegd. Daar hadden ze een plekje voor vrijgemaakt. En
Ja, zo, ik weet nog dat Ashley en mijn moeder gingen naar huis. En ze was zo lief voor me. Zij en de tante of de moeder, ik weet niet meer precies. Maar een van die twee, ze gingen washandjes voor me pakken en koelen. En op een gegeven moment rond een uur of 8 kreeg ik een koorts bij. Nou, als ik koorts krijg, dan gaat het gewoon helemaal fout. Dan is het echt, echt foute boel. Dus toen ik mijn moeder opbelde, mam, ik heb koorts. Ze zegt, oké, ik draai nu om, ik kom terug. En dat is ook zo gebeurd. Op dat moment is de zuster weer de artsen gaan bellen, de anesthesie. Want ik bleef maar zoveel pijn hebben. Op dat moment kon ik gewoon eigenlijk mijn bed niet meer uit. En na 1,5 uur kregen ze eindelijk de anesthesie te pakken. En toen heeft de anesthesie besloten om een katheter in te brengen. Zodat ik niet meer mijn bed uit hoefde om te plassen. En zij is alle artsen bij elkaar op gaan trommelen. Zij heeft haar hoofdsupervisor gebeld. De gynaecoloog. En uiteindelijk hebben ze met z'n 3 of 4 overleg gehad. En besloten ze om me naar de IC over te brengen. Omdat het gewoon zo slecht ging en ze me beter in de gaten wilden houden. En toen hebben ze opnieuw bloed geprikt. En aanvankelijk daarvan zou ik of de volgende ochtend ingeleid gaan worden. En dan een natuurlijke bevalling hebben. Of ik zou op dat moment een spoedkeizersnede krijgen. En dat was ook het laatste het geval. Ik weet nog dat de arts naast me zei van... joh, je ontstekingswaarden zijn over de 1000. Dit gaat helemaal fout. We gaan nu de baby halen. En in plaats van dat je paniek of stress bij me zag, was er alleen maar opluchting. En ik wist dat ik onder volledige narcose moest. Maar er was geen... ik kon niet meer. Ik was op en iedereen vroeg aan me van... ja, vind je het dan niet erg dat je niet bij je eigen bevalling bent geweest? Of dat je er niks over kan vertellen? En nee, het is goed zo. Tuurlijk, achteraf, als er heel veel bezoek langskomt, wil je wel graag het kunnen vertellen. Maar gelukkig was Ashley er, die kon door het raampje kijken. Want op het moment dat het spoedkeizersnede is en het onder de persoon onder algehele narcose ligt, dan mag er geen partner naast je komen, omdat je helemaal slangen in je keel hebt, noem maar op. En dat kan traumatisch werken voor diegene. Daarvoor hebben ze besloten dat hij bij de kinderartsen mocht wachten. Dus hij kon door een raampje kijken. En hij zei ook van, ik ben de enige die je van binnen en buiten kent. Met de artsen na natuurlijk. Maar ja, hij heeft me gewoon helemaal open gesneden zien worden. De baby eruit gehaald zien worden. En ik weet nog dat ik op de uitslaapkamer lag en ik wakker werd. En de arts, de anesthesioloog tegen me zei van... normaal zeggen zie ik altijd mensen 10 keer slechter eruit komen, maar jij ziet er 10 keer beter uit. Dat is iets, dat weet ik nog zo goed. En ik voelde me ook al een stukje beter nadat de zenuw uit mijn buik was. Waarom elke keer mijn alvleesklier ontstoken was omdat... als een baby groeit, hè, de buik groeit, er moet meer ruimte voor de baby komen. Dus worden de organen weggedrukt. En mijn alvleesklier kreeg niet de ruimte om nog te functioneren. En daardoor bleef die maar ontsteken en ontsteken. En hoe groter de baby wordt, hoe erger het wordt. Dus ja, het werd ons gewoon, het werd gewoon levensgevaarlijk. Nou, daarna heb ik nog... een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. Ik heb een hele tijd moeten revalideren. En daarna zijn we naar huis gegaan. En inmiddels wordt hij bijna 4. Over 2 weekjes ongeveer wordt hij 4. Dus dat gaat heel hard. De tijd is voorbij gevlogen. Hij doet het onwijs goed. Ik ben heel trots op mijn kereltje. Echt, ik schiet er gewoon van vol. Stom, hè? Ik ben echt heel trots op hem. Heel veel mensen hebben wel tegen me gezegd van... weet je wel zeker dat je moeder wil worden? Is dat wel verstandig met jouw lijf? Ik zou het niet aandurven, hoor. En ja, eerlijk, het is zwaar. Absoluut. Maar ik heb de luxe dat ik een partner heb die me ondersteunt. Dat wij 2 geweldig paar ouders hebben die ons helpen.
familie hebben, vrienden hebben, dat als het ook maar nodig is of dat er iets aan de hand is, dat we aan de bel mogen trekken en we krijgen hulp. En jongens, als jullie dit zien, daar zijn we echt heel erg dankbaar voor. Als een van de twee ouders niet studeert, niet werkt of een inburgeringscursus volgt, dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. En mocht je bijvoorbeeld ziek zijn, een depressie hebben of een burn-out en je kan tijdelijk niet werken, dan heb je recht op een kinderbijslag. Kinderdagopvangtoeslag. Als een van de twee ouders niet studeert, niet werkt of een inburgeringscursus volgt, dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. Een SMI-verklaring die zorgt ervoor dat je kind alsnog naar het kinderdagverblijf kan gaan een aantal dagen in de week. En er wordt gewoon samen met jou een heel plan op poten gezet. Nou, in ons geval is het zo dat in Zoetermeer geldt in ieder geval de regel dat het eigenlijk 2 dagen is. Bij ons is het zo dat Zeen 3 dagen naar het kinderdagverblijf gaat en 2 dagen bij opa en oma is. En dat gaat voor ons heel goed. In het weekend is Zeen thuis. We halen hem meestal rond 1 uurtje of 5 op. En dan nemen we hem lekker mee naar huis, spelen we wat of kijken we samen een filmpje. Dan eten we lekker en zoals je ziet, ik heb zonnevoeding. Ik zit aan het vocht hier achter een grote zak en ik zit aan de pijnmedicatie. Wat voor mij soms heel moeilijk is, dat ik heel veel moeite heb om uit bed te komen. Soms staat er bij onze ziekenhuisbed in de woonkamer of hij komt gewoon lekker bij mij op bed liggen, een filmpje kijken en dan doen we het zo. En ik probeer altijd wel tijdens de eetmomentjes gewoon aan tafel te zitten of iets kleins te eten als dat mogelijk is. En daarna door de week begint al het ritueel van douchen, naar bed brengen. Nou, douchen, dat soort dingen, dat regelt Ashley meestal, want het kost mij heel veel energie. Maar ik vind het heerlijk om lekker op bed te zitten, een boekje voor te lezen, helpen met aankleden, zulke soort dingen, dat kan ik allemaal wel. En in het weekend, ja, verschilt het, heb ik een goede periode. Is er geen coronaperiode, ja, dan gaan we lekker naar buiten, proberen wat leuks te gaan doen. Even naar de speeltuin of in de winter naar de ballenbak of naar opa's en oma's of naar vriendjes. We proberen altijd wel iets leuks te doen. Hij gaat bijna naar school, naar de basisschool. Dat zal na de zomervakantie plaatsvinden. Wij merken dat hij hier gewoon heel erg aan toe is. Heel veel van zijn beste vriendjes die zitten allemaal nu al op de school waar hij ook zo meteen heen gaat. Dus ik weet zeker dat hij dat heel leuk vindt. Dingen waar ik tegenaan loop, wat ik bijvoorbeeld heel lastig vind omdat ik gewoon niet ziek ben, wat me soms niet lukt, is dat ik het heerlijk zou vinden is om een dagje gewoon lekker met z'n tweeën te zijn en samen leuke dingen te doen of samen op pad te gaan. Dat is iets wat gewoon heel zwaar is voor mij. Dat trek ik vaak lichamelijk niet. Het is soms ook wel lastig dat er altijd iemand bij moet zijn. Omdat op het moment dat jij gewoon doodmoe bent, dat je heel even een uurtje kan gaan liggen. Dat er gewoon net wat extra ondersteuning is. Dat is soms gewoon nodig. En dat is iets waar ik me gelukkig heel erg bij neer heb kunnen leggen. En we proberen gewoon op de momenten dat het kan echt wel leuke dingen samen te doen. We spelen veel met de Lego. Dit scheelt voor mij, want dan kan ik gewoon rustig zitten. We spelen graag spelletjes of puzzeltjes. We bakken pannenkoekjes samen, maken cupcakes. Dus ja, we proberen er gewoon echt het beste van te maken. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, tuurlijk is het lastig dat jij niet alle dingen kan doen die elke gezonde moeder wel kan doen. Natuurlijk heb ik er moeite mee dat ik af en toe dat ik niet zelf mijn kind op kan halen uit het kinderdagverblijf alleen. Maar dat ik altijd met de auto mee moet. Of dat ik niet lekker met mijn kind kan gaan fietsen. Weet je, dat zijn dingen dat zijn voor mij niet haalbaar. Maar je gaat zoveel genieten van de kleine dingen. En wat in mijn voordeel is dat Zeen vanaf kleins af aan mij niet beter kent als een zieke moeder.
En ik denk dat hij een kind is wat zich heel makkelijk aanpast. Die heel flexibel is. Wij zijn heel open tegen hem. We proberen alles uit te leggen. En natuurlijk is het op kinderniveau. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, ik denk dat op het moment dat je heel veel voor je kind gaat verstoppen of verbergen, dat werkt niet. Ze zien er toch doorheen. Ze kennen je gezichtsuitdrukkingen. Ze weten wanneer het niet goed met je gaat. En tuurlijk, ik probeer ook echt mijn pijn te verbergen. En daar ben ik echt een held in. Ja, soms gaat dat gewoon even niet. Om een voorbeeldje te noemen. Onlangs zaten we aan tafel. Ik had mijn sonde net opnieuw laten plaatsen. En dat doen ze met een camera. Gaan ze door je neus, naar je keel. In mijn geval dan door naar mijn darm. En ik nam een stukje brood en dat ging niet goed. Ik had een wond in mijn neus en mijn sonde die kwam daar langs en dat trok door heel mijn gezicht. En ik had net voor het ontbijt gedoucht. En ja, we zaten met z'n drieën om te ontbijten en dat deed zoveel zeer dat de tranen echt over mijn wangen heen liepen. En dat ze naar de slaapkamer rende, mijn paal kwam, ging pakken en terug naar de tafel kwam. Mama, je moet ook niet brood eten, je moet gewoon zonder voeding eten. Weet je hoe dit moet? Kom maar, ik sluit hem wel even aan. Dus die schat hier ging me helemaal helpen, dus ik deed net alsof ik het niet wist. En hij sluit dat dan, nou mama, dit moet dan daar en daar. Kom maar, dan druk ik even op de knopjes. En zo deed hij dat dan. En ja, weet je, hij is zo lief en... ja, hij is gewend aan een moeder die regelmatig in het ziekenhuis is. Tuurlijk heeft hij er ook wel moeite mee. Hij praat er niet gemakkelijk over. Maar we proberen dat te stimuleren door bijvoorbeeld boekjes bij de bibliotheek te halen over het ziekenhuis of over zieke ouders. Ik zou dat echt elke ouder aanraden die struggelt met een ziekte. Wij merken dat dit heel gemakkelijk is om een gesprek met een kind over aan te gaan. Zonder dat je gelijk de drempel heel hoog legt voor hun. En ook gewoon dat ze zien dat andere kindjes dit ook meemaken. Want hè, mijn moeder is de enige moeder die zo'n slangetje heeft of een pompje heeft met medicijnen. Dat ziet hij niet bij andere moeders. Maar hij vindt het gelukkig heel normaal dat ik een slangetje heb. Hij gebruikt het ook regelmatig als microfoon. Oh, ik zie trouwens dat ik niet aangesloten ben. Ik moest net iets pakken en dat ging even niet zo makkelijk. Zo, kunnen we weer verder. Maar goed, hij speelt er microfoontje mee. Hij geeft me kusjes op mijn slangetje als hij naar bed gaat. Dan wil hij en hier een kusje geven en hier. Ja, weet je... ik vind dat zijn manier van ermee omgaan en het is voor mij hetzelfde als een kusje om mijn wang. Dus als hij dat graag wil, heb ik daar geen moeite mee. Dus ja, zo doen wij dat eigenlijk en ik denk dat dat heel goed gaat. Nogmaals, ik denk dat het echt alles belangrijkste is dat je gewoon open bent met je kind. En mocht jij twijfelen of je het aandurft chronisch ziek zijn en moeder zijn... nogmaals, voor mij, en iedereen zijn keuze is anders, voor mij is het echt de beste keuze. Tuurlijk is het echt mega zwaar af en toe. Ik heb de hulp die ik heb. Mocht jij twijfelen of je ook moeder wil worden, of ja, dan zou ik je alleen een tip mee willen geven. Luister naar je hart, kijk naar hoe jouw situatie is. Ondanks dat ik het zo zwaar heb en ik heel veel hulp krijg, ben ik dolgelukkig dat ik moeder ben geworden. Ik denk dat het voor mij op dat moment ook en nog steeds echt mijn grootste motivatie is om door te blijven vechten voor mijn kind. Natuurlijk doe ik dat ook met liefde voor mijn man en voor mijn ouders en mijn schoonouders en iedereen om me heen. Maar je kind is daar doe je alles voor. En... hij is echt elke dag mijn grootste motivatie. Het liefste zie ik heel de dag die grote glimlach. Hoor ik hem grinniken. Of het moment dat ik hem naar bed breng. Of 's avonds voordat ik zelf ga slapen dat ik hem nog even een kusje ga geven. Die momenten zou ik nooit willen missen. Dat zijn de mooiste momenten voor mij van de dag.
Ik hoef niet per se elke dag naar een pretpark of noem maar op. En dat heeft je kind ook niet nodig. Hetzelfde als uit school halen, waar we het net over hadden. Tuurlijk zijn dat mooie dingen. Maar je kind zit erin voor hem dat hij genoeg liefde krijgt. En dat hij merkt dat hij geliefd is. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En zolang dat goed zit, dan komt het echt wel goed met je kind. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik hoop dat je het een goede video vond. Dat ik je hopelijk eventueel heb kunnen helpen. Dat je kan zien dat het ook op deze manier toch mogelijk is. En ja, daarbij wil ik je natuurlijk vragen. Mocht je deze video leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Tot dan. Doei.